zo'n specifieke inkeping in de aarde maakt dat je een heel interessante soort flora krijgt. Omdat de zon er weinig in kan, dat zit laag, er komt meer vocht naar buiten, naar boven. Als het puntje midden in de zomer is, gaat dat er altijd koel zijn. Er is heel veel schaduw en dat maakt dat je ook bijvoorbeeld varensoorten vindt die dat je nergens anders vindt. Dus als je nu naar beneden gaat, gaat je zien dat er heel veel planten groeien die dan 5 meter verder hier niet groeien. En dat is het schitterende aan, aan verschillende soorten ecologieën. We hebben rivier gaat daar goede rivierplanten, we hebben weiden gaat daar goede weidenplanten, we hebben bossen gaat daar goede bosplanten. In dennenbossen groeien, in loofbossen groeien en zo. En hier beneden gaat je weer een nieuw soort landschap.